Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in paper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Oh, dit is volgens mij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag, eerste paasdag. En Mick en ik gaan nu naar mijn opa en oma. Mijn vader en mijn broer zijn al onderweg. Maar wij waren iets langzamer. En wie was er als laatste bezig? Heel eerlijk zeggen nu. Ja, mijn schat, wie heeft wat gedaan gisteravond? Gewerkt heeft Mick tot 7 uur 's ochtends. En we lopen dus nu naar de auto en dan gaan we naar mijn opa en oma toe. En voor de rest, ja. Wat jongens voor dit? Lekker bloesie. Lekker. Oh. Wil je een bloemetje, Jan? We zijn even... Komt het nu al in mijn haar? We zijn nu Gino aan het uitlaten. Oh, joh, zonde. En we hebben net lekker paas gegeten. Vond je het lekker, Mick? Ja. Komen we met z'n achter je. Oh. Oké, we hebben net wat gedronken en we zitten nu in de auto, want we gaan even vis eten bij Simonas in Scheveningen. We zijn onderweg daar naartoe. We zijn net naar een biologisch terras geweest. Dat is wel lekker. Ik had bosbessen. Wat had jij, Mick? Bier. Pils. En ja, mijn opa en oma zitten in een andere auto. En mijn vader ook. Oké, het is vandaag tweede paasdag en het is inmiddels al 5 uur. Ik moest namelijk werken de hele dag. Volgens mij is mijn camera wazig of valt het wel mee? En ik zit helemaal onder het puistjes doordat ik te veel paaseitjes heb gegeten. Mijn tweede paasdag doen wij niks, want ik ging dus werken en gisteren zijn we naar opa en oma geweest. Ik heb wel wat dingen gefilmd, maar ik kon niet alles filmen omdat het natuurlijk een beetje gek is om met mijn familie en zo te filmen. Maar ik heb wel gewoon geprobeerd te laten zien wat we gingen doen en allemaal dat soort dingen. Ik heb deze week geen vakantie. En heel veel mensen wel, wat ik heel lastig vind, want ik ben dan altijd heel snel, heb ik de neiging omdat ik dan ook leuke dingen wil gaan doen. Maar ik heb deze week gewoon heel veel toetsen. En ik heb morgen dus mijn eerste toets. Ik had vorige week ook al toetsen. Alleen de vlogs kloppen echt voor geen meter. Ik ben wel elke week gewoon aan het vloggen. Alleen ik heb gewoon geen tijd om video's te editen en te bewerken. En allemaal dat soort dingen. Dus er staan echt 4 vlogs op mijn computer die nog niet zijn bewerkt. Dus dat is een beetje stom. Dus dat moet ik nog gaan doen. Dus die vlogs kloppen niet helemaal. En ik doe eigenlijk gewoon steeds iets online. Ik denk, oh, dat is wel leuk om dat nu even online te zetten. Maar het komt wel weer goed. En ik ben in ieder geval wel bezig met filmen. Ik ga straks Mick ophalen. Het is namelijk nu... Ja, hij blijft bij mij eten. En daarna moet ik weer verder met leren. Ik heb zo geen zin. En ik heb morgen mijn rekeninstructie. En dat ga ik houden over die insectenplaatjes van Albert Heijn. Dus ik heb hier een super mooie tatoeage van een bosmier. Had mijn oppaskindje gedaan. Dus ik ga nu even nog iets afmaken en dan ga ik make-up halen. Oké, ik heb make-up gehaald. En we gaan nu op het balkon. Wat gaan we eten? Pizza. Pizza. En Mick moest natuurlijk weer een grotere pizza bestellen. En een Fanta. Lekker. Pizza date. Pizza date. Yeah. Het is vandaag dinsdag. En ik was mijn camera aan het zoeken. En ik kon hem nergens vinden. Bleek hij nog op het balkon te liggen. Dus ik heb echt geluk dat het niet heeft geregend. Want anders had ik echt een heel groot probleem. Maar Mick heeft vannacht bij mij geslapen. En ik heb zo meteen een toets op school. Maar eerst gaan we even lekker wat eten. En dan om 11 uur heb ik mijn toets. Dus ik moet zo wel een beetje gaan opschieten. Ja? Wat zei je? Zo, jij bent grappig. Auw, mijn
Nick, dat staat op film, hè? Ik word gewoon echt mishandeld door mijn vriend. Je kan het nu nog goed maken dat ik het hem niet doe. Nee, Gert, yes, goed zo, nog een keer. Je kan het nu nog goed maken dat ik het er niet in doe. Je toch al in, die ken je. Oké, okay, maar ik heb zo meteen mijn rekentoets, dus ik neem mijn camera mee naar school. En dan zal ik daarna vertellen welk cijfer ik heb. En voor de verandering gaan we broodjes knakworst maken. Ik ben terug van mijn toets. En ik heb een 8. Dus ik ben echt heel erg blij. Goed, hè, Joe? Heel goed. Heel goed. Het broodje ziet er nog wel een beetje wit uit. Niet haat. Oké. Okay. Nou, het ging echt super goed. Dus, nou ja, ik had wel een voldoende verwacht. Een 8 is wel heel hoog natuurlijk. Ze zei, we hebben het wel afgerond naar boven. Dus ik ben zeer tevreden. En nu, ze hebben er echt heel lang over gedaan. Dus ik moet nu snel weer verder met leren voor de andere toetsen. Want ik heb morgen ook gewoon weer toetsen. En ik moet echt nog heel veel doen. Dus ik ga nu even wat eten pakken en dan ga ik gelijk weer verder met leren. Elke toetsweek was ik best wel tijd begonnen. Maar nu leer ik gewoon echt de dag van tevoren. Ik heb morgen taal. Maar het gaat hem echt niet worden. En ik moet straks ook nog werken, 2 uurtjes. Dus ik ga nu in ieder geval echt nog heel hard leren. Oké, het is 8:30 en ik ben terug uit werk. En het liefst zou ik nu echt op de bank gaan liggen en een film gaan kijken. Maar ik moet dus nu echt verder met leren. Want ik heb morgen mijn taaltoets en ik ben eigenlijk nog helemaal niet begonnen. Dus ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dus ja, ik vind het gewoon echt super stom dat ik niet eerder ben begonnen. Maar ja, ik kan er nu niks meer aan doen. En ik moet ook nog heel veel voor schrijven doen. Ik ga in ieder geval nu weer verder leren. En ja, wel een beetje proberen op tijd te slapen. Het is vandaag woensdag. En het is nu 11:00. Ik ben al de hele ochtend aan het leren. Want ik heb straks mijn taaltoets. En ik weet niet echt of het hem gaat worden. Ik heb ook best wel veel stress. En leerontwijkend gedrag. Ik heb net echt 1.5 uur voor mijn make-up gedaan. Omdat ik dan gewoon geen zin heb om te leren. Ik ga me zo meteen even omkleden. Want ik heb mijn badjas aan. En nadat ik de toets heb, die is om 2:00. Ga ik mijn nagels laten doen. Nou ja, ik heb best wel erg uitgroei nu. En ik wil nu wel een lichtere kleur. Aangezien het ook wel wat lekkerder weer is. Dus misschien ga ik wel deze kleur doen. Moet ik even kijken. In ieder geval, ik heb echt heel veel stress. Maar ja, ik heb gisteren wel mijn eerste toets gehaald. En dan vanmiddag echt nog heel hard leren en morgen. En dan heb ik ook eindelijk een weekje vakantie. Hoop ik wel dat het nog wat beter weer wordt. En zaterdag heb ik Kingsland met vriendinnen. Ook heel erg leuk. Dus ik ga me even omkleden, verder leren en dan zien jullie mij zo. Oké, mijn concentratie is zo ver te zoeken. Het is echt niet normaal. Ik moet over 1 uur weg. Maar ik ga dus nu nog eventjes wat eten. En ja. Ik vind het ook niet leuk om te leren. Dus het lukt gewoon echt niet. Ik heb morgen aardrijkskunde. En dat vind ik op zich nogal leuk om te leren. Dus dat moet wel beter gaan lukken. Maar ja, onze vaatwasser is kapot. Het is echt een ramp. Want niemand heeft zin om ons thuis af te wassen. Oké, maar dit was een van de dingen die ik had gekocht in Antwerpen. Want heel veel vragen kreeg ik daarover. Ik ga even een broodje maken. En dan ga ik nog proberen heel even te leren. En dan ben ik er gewoon echt klaar mee. Ja. Oké, ik zit weer in de auto en ik heb net mijn toets gemaakt. En het ging zo slecht. Ik had ook niet het idee dat het überhaupt... Ik had überhaupt ook niet het idee dat het in het boek stond. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga in ieder geval nu naar Eva aan mijn nagels doen. En ik zal daar even verder filmen. Nou, ik heb Eva opgehaald. En Eva kwam met een top idee om naar de McDonald's te gaan. Bedankt. Dus we hebben even eten gehaald. En we hebben over 3 kwartier een afspraak om onze nagels te laten doen. Welke kleur ga je doen, Eva? Ik denk rood wel simpel. Ga je rood doen? Ja, misschien wel. Ik ga even kijken nog naar. Ik ga iets heel anders doen dan ik normaal heb gedaan. Misschien of een beetje toch nog. Dit is mijn herfstkleur. We kunnen ook hetzelfde doen. Is goed. Waarom heb ik gisteren niks meer gefilmd dan?
Ik weet het niet meer. Nou, ik had dus met Eva mijn nagels laten doen. En ik ben er niet... Ja, ik ben er niet echt heel blij mee. Weet je, ze doet het echt heel mooi hoor. Maar ik heb gewoon echt de verkeerde kleur gekozen. Even kijken of je het goed ziet. Ja, wat kleur zei ik? Maar ja, daar heb ik niet naar geluisterd. Ik wil een beetje nude roze, maar het is toch een beetje te bruin. Dus ja. Maar Mick sliep vannacht bij mij. En ik heb gisteren echt heel veel geleerd. En nu moet ik weer verder leren. Het is nog best wel vroeg. Ik heb straks eerst schrijven. En daarna heb ik aardrijkskunde. En aan aardrijkskunde moet ik nog beginnen. Dus ja. Ik ga in ieder geval nu mijn tas inpakken. En zo meteen even wat eten. Oké, ik ben alweer een hele tijd terug van school. En ik had vandaag dus mijn schrijftoets. En ik heb dus een 9 gehaald. Echt super hoog. En ik had ook nog een andere toets. Die ging alleen niet echt super goed. Hey, Dortje. Grappig. Hoe is het? Goed, ja, mijn haar is een beetje... Ik wil wel even een centje? Nee, nu niet meer. Nou? En Mick is dus nu bij mij, want ik moest ook nog eens werken. En nu heb ik eindelijk vakantie. Ik ook eindelijk. Want je hebt nu ook uit kan slapen. Oh. Ja, ik moest elke dag om 7 uur opstaan en dan werd Mick ook wakker. Maar nu hebben we dus allebei lekker een weekje vakantie. We moeten wel veel werken. Maar we gaan ook wel even wat leuks doen. En ik ga nu even nog wat frietjes maken. Nou, Mick is eigenlijk aan het maken voor mij. De? Ruik ik lekker of niet? Nee, ik heb ook niks bijzonders gedaan hoor. En we gaan vanavond heel even samen wat drinken. En morgen gaan we sporten. Oppassen. En overmorgen Koningsdag. Kapper. En Mick gaat naar de kapper. En dan overmorgen Koningsdag. Je moet er de bril nog voor me zoeken. Ja, en ik moet nog een oranje bril voor me zoeken die ik ergens heb. Ga ik morgen wel zoeken. Ik heb iets ontdekt. Wat dan? Ik wilde zo'n cookie dough ijsje, zo'n tentje. Dat misschien heb je hier nog. Maar je hebt iets anders. Wat dan? Moet je even kijken wat je voor ijs hebt liggen. Dat is echt helemaal. Oké, het is vandaag de 27 april, zaterdag. En het is vandaag Koningsdag. Ik moest vanochtend werken. Maar ik heb me net even opgemaakt en omgekleed. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maar het is heel slecht weer. En deze oranje trui staat me zo lelijk. Oeh, het is echt, echt heel erg. Oranje staat echt niet bij mij. Maar ik ga hem wel aanhouden. En Eve en ik hadden ook nog een kroontje gekregen met ons verjaardag. Dus ik twijfel echt om deze op te doen. Maar het is misschien wel een beetje too much. In ieder geval, ik ga vandaag naar Kingsland. Samen met... ik ga naar Kingsland in Amsterdam. Samen met Eva, Imme, Amber... Lieke en misschien Denise. Dus ja. Hoe? En ik heb hieronder gewoon een zwarte flared. En ik weet nog niet welke jas ik ga doen. Want ik heb dus geen leren jasje. En het is echt heel slecht weer. Dus ik ga straks in ieder geval even filmen als ik klaar ben. En dan zien jullie mij zo. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik weet even niet meer wat laatst is wat ik heb gefilmd. En ik ben met Lieke. En met Amber, Imme en met Eva. En we lopen nu richting station. En dan gaan we naar Amsterdam Rai. Maar jongens, we gaan dus niet meer met de metro. Oké. Dus we gaan naar Amsterdam en dan gaan we naar Kingsland. Zin in, meiden. Het is vandaag woensdag en ik heb me net opgemaakt, want ik moest vanochtend werken. Nee, ik moest tot 2:30 werken en daarna heb ik in bed gelegen. En ik ga nu... Waarom heb ik niet zo'n standaard? Het is zo onhandig altijd. Wat ik nu ga doen, ik ga namelijk bowlen en daarna ga ik lekker uit eten. En daar heb ik echt zoveel zin in. Maar ik mis gewoon altijd elke dag het vloggen als ik een paar dagen niet heb gevlogd. Dus ja, ik neem lekker mijn camera mee. Volgens mij is het laatste wat ik heb gefilmd gewoon met Koningsdag. Oeps. Ik heb niet meer echt die... Ja, ik weet niet. Ik moet ook heel veel werken. Dus daarom, ja, daar ligt het ook wel een beetje aan. Nou, wat ik aan heb in ieder geval is een top van Naked. Met een grijze broek en een riempje. Daaronder doe ik mijn Sandra laarzen. En we gaan nu dus lekker een uurtje bowlen. Samen met mijn moeder en mijn broertje. Echt heel veel zin in. En ik hoop dat mijn nagels het gaan overleven. En daarna gaan we eten hier in het dorp. En daar heb ik ook echt heel veel zin in. Dus mijn haar vast.
Ik doe het gewoon zo en dan haal ik een paar plukjes los. Ik heb er niet echt standaard iets voor. En dan zit er gewoon een klein beetje uit mijn gezicht. Dus ik zal mijn camera meenemen. Jammer, matig. Matig. Oké, we zijn op de bowlingbaan. Ik heb 8 punten de eerste keer gegooid. Ik sta niet bovenaan, maar het gaat goed. 8 voor de eerste keer. Wat? Nu al? Spare? Of strike? Nee, doei. Nou, kijk maar of je dat kan eten. Van mijn jongen moet het even laten zien hoor. Ja hoor. Kontje, kijk de kontje. Ja, ik zie niks. Hoppa, in de was. Het staat gewoon op. Ja, dat zegt maar niet uit. Ik moet heel hard naartoe lopen, joh. Twee keer nul. Nou jongens, eerste ronde. Ik ben helemaal onderaan, 118 punten en ik moet nog een keer gooien. Dus ik ben de winnaar. Goed geprobeerd, Hugh. Oké, we gingen bowlen. En uiteindelijk heb ik toch verloren. Wel maar 30 punten. We hebben 3 rondes gedaan. Maar ik heb toch verloren. En we gaan nu lekker uit eten. Want het is bijna 7 uur. En we gaan uit eten bij zo'n met tapas. Dus dan kan je allemaal van die gerechtjes delen. En ik vind dat zo lekker. Dus ja. Ik zal zo meteen een paar gerechtjes filmen. In ieder geval, nu gaan we nu lekker naar het restaurant toe. Oké, het is vandaag donderdag en nee, het is vandaag vrijdag. En ik moest gisteren de hele dag werken, dus daarom dacht ik, nou dan ga ik die dag niet vloggen. Maar vandaag ga ik even leuke dingen doen. En ik heb alles al gedaan van mijn make-up dan. Maar ik krijg zoveel vragen over hoe ik mijn wimpers doe. Dus ik dacht, ik ga dat even laten zien. Want, ik moet sowieso mijn haar ook nog doen. Het ziet er echt niet uit. Ik doe altijd een bruin lijntje zo boven mijn oog. En daarna gebruik ik een wimpercrudder. Gewoon een hele simpele, deze van Ethos. En nadat ik mijn wimpers heb gekruld. Wacht, ik ga eerst mijn wimpers krullen. En dat doe ik gewoon, ja, daar heb ik niet echt een speciaal iets voor. Ik kijk gewoon wat ik mooi vind. Oké, ik heb nu mijn wimpers gekruld. En dan zie ik al echt heel erg verschil. En dan gebruik ik de mascara van Catrice. Deze. De Glamondol. Het is deze blauwe mascara. De Glamondol heet die. En die gebruik ik altijd. Ik weet niet of die gaat scherpstellen hoor. Oké, ik heb mijn mascara gedaan. Maar je zult dus altijd net zien als ik wil dat het goed gaat. Dus het laten zien gaat het niet goed. Want ik heb echt heel veel klontjes. Ik heb ook al een paar dagen mijn mascara er niet goed afgehaald. Dus ik denk dat het daardoor komt. Maar ja, het gaat natuurlijk om de mascara. En wat ik gebruik. En dat is dit. Maar het is dus nu niet echt heel goed uitgepakt. Maar waarschijnlijk zien jullie deze week nog wel verder. Of ja, dat eigenlijk. Wat ik aan heb is deze off-shoulder top met een grijze broek. En ik had gisteren, nou eergisteren had ik een pakketje besteld. Bij dat My Jewelry. Ik heb geen idee hoe dat altijd uitspreekt. En dat komt dan in zo'n leuke verpakking. Ik heb het gewoon zelf besteld hoor. Dat vond ik wel bijna heel leuk. Ik dacht alleen dat ze in het echt veel groter waren. Het zijn van die oorbellen met van die hartjes. Die ga ik nu even indoen. En het was echt best wel snel thuis. Alleen vind ik het wel een beetje onzin dat ze 3 euro per cent kosten vragen voor dat. En deze oorbellen waren dus 16 euro. Volgens mij, als ik het goed zeg. 15,95 euro. Ja. Dus ik ga ze nu eventjes indoen en dan laat ik het even aan jullie zien. Oké, ik vind ze wel leuk, maar wel anders dan ik had verwacht. Ja, op de site vond ik ze er leuker uitzien. Maar er is niks mis mee hoor. Dus ja, misschien kan ik er ook gewoon even aan wennen. In ieder geval, ik ga vandaag een paar hele leuke dingen doen. Ik ga high-tea'en naar de kapper, want mijn haar is echt kapot-dood. En ik ga vanavond uit eten. Dus ik ga je lekker meenemen. Ik ga in ieder geval nu naar Den Haag voor de high-tea. De bagels en beans zitten hier ook. Heb je daar wel eens gegeten, man? Bij de bagels en beans? Nee. Ik ook niet. Ik hou daar denk ik ook niet zo van. Oké, we gaan dus nu high tea'en bij Today in Den Haag. Dus we gaan nu naar het restaurant lopen. Ga
Gaan we dit echt... Nee, je gaat toch geen 2 euro in dat ding gooien? Oké, okay. Mag ik daarna ook nog een keertje? Oké. Okay. 2 euro? 3 keer. Oh. Oké, okay, maar mam, even luisteren. Je mag dus, als je hem loslaat, stopt hij. Ja. Dus je mag 1 keer, 1 keer. Ja. Als hij loslaat, stopt hij. En dit mag ook 1 keer. Ja. En je moet deze ook doen. Echt. Oké, okay, nou, we gingen dus... we gingen net high-tea'en bij Today in Den Haag. En het was echt, echt heel erg leuk. Echt boven verwachtingen, dus echt een aanrader. Dus stel dat je denkt, ik wil nog leuk high-tea'en. Je kan daar dus een luxe high-tea doen. En we kregen dus gewoon zoete hapjes, maar we kregen ook gewoon hartige dingen. We kregen zelfs soep, we kregen een kroket. We kregen echt heel veel. Wijntje. Wijntje. Dus het was echt heel erg leuk. Heel veel thee. Ja, die meneer was echt super lief. Dus echt een aanrader. En net hebben we even 3,50 op de kermis verspild. Niks gewonnen. Niks gewonnen, maar dat dacht ik al. Oké, okay, het is 4 uur. En we gingen nog even winkeltjes kijken. En mijn moeder is nu naar huis. En ik ga nu naar de kapper. En ik ga dus ook highlights laten zetten. Ik had eigenlijk even een before moeten doen. Dat heb ik nu niet. Maar ja, jullie weten wel ongeveer hoe mijn haar er natuurlijk uitziet. Dus ik ga nu naar de kapper. Daarna moet ik heel erg haasten, want ik ga dus vanavond uit eten. En ik heb net ook nog even een cadeautje gekocht. Dus dat eigenlijk. Ik ga in ieder geval nu naar de kapper. Oké, okay, ik ben naar de kapper geweest. En mijn haar is zoveel blonder. Het is zo mooi. Ik kan niet goed laten zien. Ik ben de sleutel vergeten, mijn moeder is niet thuis. Maar... kijken. Ik zal het zo meteen even beter laten zien, maar ik ben echt heel blond. Echt heel mooi. Die zal voor mijn hoofd houden. Oké, okay, willen jullie er wel op? Ja. Oké, okay, het is ongeveer bijna 7:30 en ik ben nu in Leiden. Ik heb 6 uur gereserveerd. Ik ben nu in Leiden. Fashionable. Oké, okay, en we gaan nu, daar is je broer misschien. Ja, ik zweer het. Oh. Is daar je broer? Hoe heet hij? Oh, daar zitten oude mensen op. Hoe heet hij? Jappie! Allemaal oude mensen. Oké, okay, en we gaan nu eten in Leiden bij Aperitivo. Aangezien de keus van Celia was afgekraakt door mij. Ja, maar hoe kan je dan niet lekker vinden? Jawel, maar ik dacht, oké, okay, kijk. Oké, okay, ik ben alweer een tijdje thuis. En ik heb even lekker een trui aangedaan. En ik ga nu lekker op bed even video of Netflix kijken. Echt heel erg blij met mijn haar. Ik weet eigenlijk alleen niet of je het al goed hebt gezien. Maar het is wel echt een stuk blonder. En is ook wel een stukje vanaf. Moest ook wel echt. Maar Mick en ik wilden eigenlijk morgen naar Walibi gaan. Maar het wordt echt heel slecht weer. Dus we moeten even kijken. Ik ga in ieder geval nu Netflixen.